Yo, Nintendo fans! Welkom bij een gloednieuwe video op dit kanaal. Dit is een video waar jullie serieus al jaren om vragen. Rick, doe een setup tour! Rick, ik wil je kamer zien! Rick, doe alsjeblieft een room tour! Nou, bij deze jongens, het gaat gebeuren. Dus als je super lang hebt gewacht op deze video en je bent er blij mee, doe even dat duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan ga ik jullie mijn kamer laten zien. Misschien is het vet om jullie als eerste laten zien waar mijn camera altijd staat. Op mijn video zien jullie ongeveer dit als achtergrond. Dus ik hoef eigenlijk mijn camera alleen maar te draaien. En dan zien jullie dat die dus daar staat. Dit is de camera waarmee ik altijd mijn video's opneem. Een Sony met een Zanussi lens erbovenop. En als ik dan deze camera precies naast die camera zet, dan zien jullie dat je inderdaad ongeveer die kant op kijkt, de studio in. What up, Piet? What up? Maar nu hoor ik jullie bijna denken, ja maar Rick, dat klopt niet. Je zit toch al op een rode bank? Waar is die rode bank? Je zit niet op een rode bank. Waar is die? Ja, dat klopt. Ik ben deze week namelijk naar de Zweedse meubelgigant geweest. En daar heb ik nieuwe spullen gekocht. Dus die bank waar ik altijd op zit, die staat nu ergens anders. Wil je weten waar die staat? Die staat nu daar zo. Oké, maar laat me even gestructureerd bij het begin beginnen. Waarschijnlijk willen jullie wel zien hoe ik mijn video's maak, toch? Dat doe ik onder andere met deze microfoon en daar staan alle andere spullen die ik nodig heb. Zo, ik heb even mijn headset opgedaan. Dit is het toetsenbord wat ik gebruik. Yeah, super fancy, super mooie lichtjes. En daarnaast staat mijn audiopaneel waarmee ik het volume van onder andere mijn microfoon kan regelen. Jeetje, die mag ook wel eens een stofdoekje gebruiken. En dit zijn mijn stream decks en met deze stream decks regel ik de geluidjes in de streams en kan ik schakelen naar verschillende scènes. Ik stream altijd in OBS en vandaag hebben we de Champions Road gedaan weer met het meme team in Super Mario 3D World. En ja, dit is mijn outro schermpje. Maar met één druk op de knop kan ik gewoon even wisselen. Hoppakee, naar de camera. Dan moet ik wel even goed ervoor gaan zitten. En de gameplay daar zo op het beeldje. Dit is echt superleuk speelgoed, jongens. Kijk, hoppakee. Kunnen hier ook leuke plaatjes en alles ingooien met geluidjes erbij. Ik gebruik altijd twee beeldschermen. Eentje voor de stream en eentje voor de rest. Trouwens, iedereen echt super bedankt voor het abonneren. Kijk waar we nu al op zitten, jongens. We gaan zo hard. En ook alle Mario-video's, jongen. Die gaan echt keihard. Hier hebben we nog Bowser's Fury. Check deze. Onder 33.000 weergaven. Jongens, doe even normaal. Dat is echt insane. Maar dit is waar ik tegenwoordig mijn video's opneem en mijn livestreams doe. Jullie zien ook dat er lampen staan. Aan die kant staat er één en aan deze kant staat er nog één om mezelf goed te kunnen belichten. Als je ook ooit zelf wil gaan streamen of YouTube wil gaan doen en je hebt een klein beetje geld, zorg voor goede audio en goed licht. Dat doet echt wonderen. Maar nu denk je misschien nog, ja, maar Rick, allemaal leuk en aardig. Maar waar game je dan op? Nou, dat is ook wel een leuk verhaal, dus ik ga er even voor zitten. Ik gamede dus eerst op één van deze twee beeldschermen. Maar toen was ik een spel aan het spelen en toen dacht ik, dit is best wel mooi. Maar het kan nog veel mooier. Waarom game ik niet gewoon op mijn tv? En mijn tv staat daar. Moet ik hem natuurlijk wel eventjes aanzetten. Hoppakee, Mario op je beeldscherm. Ja, dus dit is mijn streamhoek slash mijn gamehoek. En ik ben er echt onwijs blij mee. Het heeft jaren gekost om dit bij elkaar te sparen. Maar nu het er is, vind ik het echt heel vet. Ja, en dan misschien nog wel het belangrijkste. De games. Die staan altijd hier achter mij op plankjes en ik ga ze echt niet allemaal laten zien. Dat zijn er echt iets te veel, maar ik wil even laten zien hoe ik mijn games orden. Je zou namelijk zeggen dat je alles op alfabetische volgorde moet zetten en dat is zeker handig. En dat doe ik ook wel enigszins zoals je kan zien, maar ik heb ze ook geordend op uitgever. Dus alle games van Nintendo zelf, die staan hier eerst vooraan. En dan daarnaast komen de games van THQ. Hier hebben we games van Warner Brothers, dat zijn onder andere allemaal Lego games. Games van Bandai Namco, Dragon Ball, Ni no Kuni, Little Nightmares, ook heel tof. En dit is misschien wel een beetje overdreven, maar ik heb ook allemaal speciale docking stations. Eentje van Animal Crossing, van Immortals Fenyx Rising en natuurlijk van Pokémon Let's Go Pikachu en Eevee. En dan naast de Nintendo Switch games is mijn mooie gele deur, waar ik nog steeds een keer een leuk artwork voor moet zoeken. Maar daarnaast, ja, jullie kennen het wel, de welbefaamde Amiibo muur met alle Amiibo die er tot nu toe zijn. Dit blijft wel echt
een hoogtepuntje van mijn kamer. Maar wie is eigenlijk jouw favoriete amiibo? Laat het even weten hieronder in de comments. Zelf vind ik deze echt onwijs cool. En deze vind ik ook super tof. Ivysaur is ook echt heel nice. En dit is mijn meest zeldzame amiibo. En dan naast de amiibo muur. Ja, mijn welbefaamde rode bank. Waar ik niet meer op kan zitten. Maar waar nu al deze papies op zitten. We hebben Bulbasaur. We hebben Jigglypuff. Shiny Magikarp. Goomba. Ja, Dragonite zit hier een beetje. Yo, Mimikyu. Ben je er ook nog? Jaspin. Weedle. Fortnite Llama. Mudkippy. Toad. Caterpie. KK. Slider. Squirtle. Grookie. Waluigi. Bidoof. Scratch van Ice Age. Een hele lelijke Chimchar eigenlijk wel. Een Scyther die wil eruit komen. Riolu. En ja, deze twee zijn echt super cute. Hallo Pikachu. Hallo Eevee. Ja, en aangezien ik hier dus niet meer mag zitten, heb ik hier nog maar even een extra stoeltje neergepland. Voor als ik eens gewoon een keer een goed boek wil lezen of zo. Bijvoorbeeld, een Field Guide. To Kanto, met het mooiste artwork van alle Pokémon van de eerste generatie. Ja, ik vind dit gewoon een goed boek. Oh, en hiernaast hebben we mijn favoriete tegeltje. Met de quote van mijn favoriete Rotterdamse band. Goedemorgen zonneschijn, je kan maar beter vrolijk zijn. En vroeger stonden al die knuffels eigenlijk in de vensterbank. Maar ik wilde nu de vensterbank leeg hebben om daar al mijn collector's editions te zetten. En films en series die ik gewoon heel erg vet vind. Zo hebben we hier Zelda Breath of the Wild, waar ik super blij mee ben. En als je me op TikTok volgt, ja, dan weet je wat hiermee is gebeurd. Dus volg me op TikTok, @RickTalkTube. Deze Ori-box heb je ook wel eens in een video van mij kunnen zien. En hieronder heb ik dus allemaal leuke boeken staan over games en guides en dingetjes. Het is gewoon super vet is om af en toe in te bladeren. En dan hebben we hier Game of Thrones, de Complete Edition. Ik vind dit zo'n vet ding. Dit zijn allemaal plaatjes en die kan je dus in elke volgorde voor en achter elkaar neerzetten. Het is echt een super mooie editie. En eigenlijk wil ik daar handtekeningen op van alle acteurs van Game of Thrones. En dan twee van mijn favoriete filmseries, The Hobbit en Lord of the Rings. Ook natuurlijk weer de Extended Editions. Een beeldje van Ellie en hier nog allemaal Nintendo Switch Collector's Editions. Die jullie eigenlijk volgens mij allemaal wel in andere video's hebben kunnen zien. Ja, dus dat is eigenlijk in het kort mijn roomtour. Als we dan een rondje draaien, dan ziet dat er ongeveer zo uit. Nou ja, laat ik maar nog een extra rondje draaien. Gewoon omdat het kan. En ik denk dat ik hier maar weer gewoon lekker ga zitten en lekker video's ga maken voor jullie. Dus vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En doe zeker even dat duimpje omhoog als je dit nou een vette video vond. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende video. Mazzel!